Hey kijkers van Enzo Knol en welkom bij een minigame. Ik doe dit samen met Gijs, die zit daar aan de andere kant van mij. Hallo. En wij doen dit omdat, nou ja, de meeste van jullie weten het wel, Enzo het zelf nu niet kan omdat hij last van zijn armen heeft, die is gebroken. Dat is zeer vervelend, ik heb de video zitten kijken en... Man, die smak die jij maakte met... Dat was vrij pijnlijk. Was te pijnlijk. Maar wij doen Boosblief. Dat doen wij gemiddeld regelmatig veel vaker. Dat kan je zien op onze kanalen. Linkjes daarvan staan sowieso onder in de beschrijving. Dus daar kan je ze vinden. Maar wij gaan even zien te winnen. Ja, we gaan keihard overleven in deze geweldige minigame. Het is een van Vincent zijn favoriete minigames. Leuk feitje om te weten natuurlijk. Ik speel dat echt 24-7 gewoon als de mogelijkheid is. Maar dit is leuk om te spelen. Gijs, pas op, je wordt een beetje ingesloten. Ja, ik ga op zich nog redelijk goed. Ik heb deze keer geen vloek over me heen. Daar ben ik super blij mee. Oh, damn. Meestal ben jij degene die... Ja, meestal ben ik gewoon de falend en jij de pro. En samen zijn wij een balansend team. En deze keer gaat het redelijk goed. Ik ben het koning Jamal tegengekomen. Die zit ook in deze game. Echt gezellig. Maar hij heeft een name change gedaan. Echt. Dus ik zou rennen. Oh, yeah. Ik moet Waarom schiet iemand echt honderden repulsers op mij? Nou, hij wou zeg maar jou gewoon in de lucht gooien. Van, wee. Hij wou jou een astronaut maken. Dat moet het zijn, Vincent. Koning Jamal loopt achter je aan. Dus vrees. En heel veel mensen volgen je eigenlijk. En, oh, wat deed je daar? Oh, ik deed een fout. Oké, /lobby. Huppatee. Ik zit erin. Lang leven YouTube Red. Dit wordt onze ronde. Wij gaan gewoon keihard knallen. Echt dat shit van, wat? No way dat we dit kunnen. Let's do this. Kunnen wij. Als we de laatste 5 hebben, dan kunnen we gewoon teamen, weet je. Want dan zeggen we gewoon, oké, we focussen die. En dan gaan we gewoon echt... Of zit hij vast bij 10 seconden? Oh, nee, wat? Ik ben heel erg... Gijs, ik zie je gewoon voor me doodgaan. Iemand gooit die repulser op mij. Daar kan ik niks aan doen. Iedereen heeft gewoon een hekel aan mij. Dat vind ik helemaal niet aardig. Kan ik schieten of nog niet? Jij kan natuurlijk helemaal de tijd gaan nemen om te gaan schieten. Mario kan toch niet schieten, dus... Oh, nee! Mario is gewoon gevallen naar beneden. Mamma mia! Oh, no! Oh, nee! Mario! Maar ik zit wel bij de laatste 3, kan je zeggen wat je wil. Ja, monster tijger leeft nog. En Mr. Redstone Block. Chica Kalili, hola, ondole. For the rescue! Dat was echt raar. Oh, kom hier! Kom op. Kom hier! Vincent, ik weet wat je moet doen. Gebruik wat knolpower. Ja. Oh, het werkt! Hey. Oh, hier. 1 sprong. Gewoon 1 klein sprong. Oh. Nee! Vincent! Nee! Je hebt ver... Oh, wat heb je daar in je handen? Kijk. Nou, daar krijg je ervan, mensen. Als Vincent verliest, gaat zijn toetsenbord kapot. Oké, let's do this. Nee, Mr. Señor El Burrito Nicho, die is er niet. Bam! Bam, bam, bam! Bam, 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 bam! Yeah, Vincent, let's go! Yeah. En nummer 17 is er al uit, jongens. Ja, we slaan 18 gewoon over. Dat is toch een net niet leeftijd, dus... Nee! Waarom kan iedereen... Maar met de kikker omhoog gaan! Bam! Ik heb er echt iets mee gehad. Echt. Iemand moet mij gewoon gaan vertellen hoe je die raket in de ruimte krijgt. Er zijn er maar 9 mensen levend. De Hulk is helaas overleden. Vinden we niet erg. Nee, de Hulk merkt er toch anders een bende van. Vincent, ik heb heel veel geesten vinden mij aardig. Wanneer kan ik schieten? Jij kan niet echt gaan schieten, want mensen schieten op jou. Dus... Waarom alleen maar op mij? Oh, het is... Kai Rijswijk 2003. Oh, nog 5 mensen, Vincent. Wanneer mag ik schieten? Jij mag nu gaan schieten, nu. Op dit moment heb jij een mooie kans om te gaan schieten. En Vincent verslaat hem met zijn geweldige schot. Gaat Kai Rijswijk 3... Hij wordt een beetje gefocust door deze... Ja, dat zei ik dus. Kai Rijswijk 3... Hoeveel zijn er nog? Er zijn er nog gewoon zeker 3. 3. Ik steek 4 vingers op, maar er zijn er nog maar 3. Oh, wat doe ik? Nee! Dat was zo stom! Nee! Vincent! Nee! Vincent, wat is er eigenlijk nog over van je toetsenbord? Ik denk... hij is nog heel... Oh, jongens, geen vrees, joh. Dat is oké, Vincent. Er zijn 2 dood. Yay!
Er staan gewoon twee gasten voor me te schieten. Wat een helden. En drie. Alle focus gaat gewoon op ons weer, hè. Ik heb echt zo'n idee dat... Oh, nee! Oh. Nee! Gijs, stop op die kutslip banaanschoenen. Sorry, ik moet gewoon vaker Telcel gaan kijken. Het spijt me, jongen. Op welke ronde zitten we eigenlijk nu met spelen? Ik denk dat dit ronde 3 is. 4-5 man? Ja. Je wordt achtervolgd nog door koning Jamal. Nee! Kijk, dat bedoel ik dus! Deze dude die schiet veel te veel, man. Ja, dat heb ik dus met iedereen in heel deze game. Nee, Gijs! Het spijt me, verzet! Voor elkaar. Iedereen, altijd hè, als we gaan opnemen, ja. Dan schiet iedereen altijd net dat blokje voor mij weg. Oh, dat mooie meisje zie je daar zo, het pixelmeisje met de panda shirt. Volgens mij houdt ze van pandas. Panda! Vrouw! Oh! Haat jij pandas? Oh! I'm danger shit. Ik zou, als je nu omdraait, nu omdraaien, nu. Nu heb je tijd om te schieten, nu komt er alleen één iemand naar je toe. Meneer met zijn zwembroek. Ja, meneer zwembroek met kroontje. Ja, maar wat? Die redstone man, die komt alweer omhoog nadat hij dood was. Ik snap dat niet, hè. Ik snap dat niet hoe mensen dat kunnen. En als ik het wil, dan ram ik op die spatiebalk van... Oh, nou dan val ik iets naar beneden. Dat is niet de bedoeling. Dan ram ik op... Stomme meneer! Vincent, ik sta helemaal aan de andere kant van de webcam. Ik moet redden voor mijn leven. Hey Vincent, ik zag je weer. Hey. Dat was gezellig, man. Hey, lang niet gezien en kort gezien. Oh... Nog 12 mensen, ja! Hey Vincent, ik leef nog. Ga iemand even repulsen? Nee, fuck jou! Ik heb jou niet gerepulst. Je had mij wel gerepulst, ik liep net in die cirkel van jou. Oh, dansende banaan, dansende banaan. Oké, eentje is dood, ik heb eentje gekillt. Ja. Oh, Gijs, flik op! Sorry, dat was op die andere. Oh, hij is dood, hij is dood. Oké, andere kant zijn ze. Blijf schieten, blijf schieten. Wat? 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 Hij is dood! Wat? Nee! No! Wat? Zag je dat? Dat zag ik. Ja! Ah! Nee, Vincent, no! Waar ben je? Ik ben dood. En ik heb de dansende banaan met me meegenomen. Vincent, de game ligt in jouw handen. Jij kan dit. We hebben het zo goed volgehouden. Je kunt het, Vincent. Hij staat aan de andere kant. Hij is een beetje rondjes aan het lopen. Volgens mij is het één vieze, vuile poephacker. Maar dat maakt niet uit. Jij kan hem eruit slaan. Dus... Huh? Ja! Yes! Yes! Ja! Vincent! Ja! Yes! We hebben gewonnen! Woehoe! Eindelijk. Nou, hoeveel pogingen was dit eigenlijk? Te veel, maar dat maakt niet uit. We hebben gewonnen. Yes, 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 yes. We are the champions, my friend. Boom. And we'll keep on fighting to the end. Iedereen hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Enzo, ik vond het cool om te doen. Ik ook. Ik vond het leuk. Ja? Ja, ik vond het echt leuk. Ik heb genoten van deze spannende matches, echt. Jij knipt het toch allemaal, hè? Allemaal. Ja, dan komen we mooi in de kak. Ik pak mijn schaar en knip een beetje en dan is het best leuk, denk ik. Dan doe ik deze even outro opnieuw. Iedereen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze boosbrief. Eindelijk, na zoveel ronden zijn we gewonnen. Vond je dit leuk? Vergeet dan niet te abonneren op mijn buurman naast me. Dat is G-Typos. De link staat ook onder in de beschrijving. Mijn kanaal, The Dutch Terms. Wij spelen altijd, of bijna regelmatig, minigames. Check daarvoor onze kanalen. Wij hebben altijd ahoeren, plezier, fun. Je weet het wel. Abonneer gewoon even. Druk op het duimpje omhoog. Vond je dit leuk? Bedankt voor het kijken dan. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. Ciao.